Het Prentenboekjesfestival deed zondag Hof 88 aan. Vroeger heette het het Peuter- en Kleuterfestival. De ochtend was speciaal voor peuters van 2 en ouder. En Marianne van Houten speelde voor hen in de kapel de voorstelling Nijntje op de fiets. Middag speelde Mariska Simon het Muizenhuis in de theaterzaal. Voor jou is het rotzooi, maar ik vind het zo mooi, het is muziek en poëzie. Volle, iets anders wil ik niet. De Bibliotheek Almelo verzorgde de workshop Knipper de Knip. En Kaliber Kunstenschool deed de workshops muziek met peuters, danspret, toneelpret en knutselpret. De hele dag konden kinderen geschminkt worden en bij de lunch waren er natuurlijk poffertjes. Ik ga wat anders. Nee, we gaan hier naartoe. Voor en na de voorstellingen stapten de kinderen de prentenboekenstad binnen, waar ze allerlei huisjes van figuren uit prentenboeken konden vinden.